Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, beste broeders en zusters. Welkom bij Stichting Nujiba. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Het is 6:30 in de ochtend. Alvast, eidkom mubarak, taqabbal Allah minna minkum. Velen vandaag zullen Eid vieren. Heel veel zullen ook een aantal weer moeten rouwen, zoals familieleden van deze broeders en zuster. Mogen Allah hun geduld schenken en kracht schenken. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala hun graven verruimen en hun graven verlichten. Geen beste broeders en zusters, we vragen jullie om een bedrag van 1500 euro. Dus 1500 euro komen we tekort om het complete bedrag te kunnen betalen voor zijn begrafenis van de broeder. De broeder Rahimullah komt uit Irak. We zijn gebeld, we zijn gevraagd of we zijn uitvaart kunnen regelen. En zoals altijd, uiteraard, zullen we dat doen. De broeder is helaas niet verzekerd. Dus bij deze begin jouw dag goed, beste mensen. En ik zou zeggen, ook na Ramadan probeer zoveel mogelijk goede daden te verrichten. Zoveel mogelijk te doneren, want dat is nodig. En je ziet het, voor deze mensen was dit hun laatste Ramadan. En het kan ook onze laatste Ramadan zijn. Dus we weten niet of we de komende Ramadan nog zullen halen. Geen inshallah, beste mensen, nogmaals, doneer ook al eens maar een euro. Zoals ons geliefde profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd: wie moeilijkheden van een broeder of zuster verhelpt in het wereldse leven, Allah subhanahu wa ta'ala zal onze moeilijkheden verhelpen op de dag des oordeels. We vragen Allah subhanahu wa ta'ala om hiervoor in aanmerking te komen. Amin. En de broeder zal ook getuige zijn voor ons op de dag des oordeels dat we hem niet in de steek hebben gelaten. Khair inshallah, barakallahu jazakum allahu khairan. En alvast, eidkom mubarak. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.